De herbouw van het oud gebouw van de Nationale Assemblée en het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken is vandaag gestart op de hoek van de Henk Aronstraat en de Grote Combiweg. Deze twee gebouwen zijn 23 jaar geleden volledig door brand verwoest. De herbouw ligt in handen van Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en haar werkarmen is belast met de coördinatie en de uitvoering. Onderwijsminister Lilian Ferrier zegt dat als deel van de werelderfgoedlijst van UNESCO het goed is dat deze historische panden in hun glorie worden hersteld. In 2017 hebben we een lening gesloten bij de IDB, Inter-American Development Bank. Een lening, maar het is een investering waar elke Surinamer in de toekomst trots op zal zijn en die ook vele toeristen die ons land bezoeken, voor hen zal het een grote trekpleister worden. De rehabilitatie van deze gebouwen markeren de start van het stadsherstel, omdat er ook nog andere gebouwen in dit project zitten en ook de waterkant onderdeel is van dit project. Na een voorbereidingsperiode van 2 jaar, die alles behalve gemakkelijk was, zijn we nu zover om daadwerkelijk de uitvoering, de bouwwerkzaamheden, daarmee te beginnen. Minister Lilian Ferrier. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons zegt dat het gebouw reeds in 1996 te klein was. Als toenmalige parlementariër heeft zij jaren gepleit voor de herbouw van het oud DNA-gebouw. Echter ontbrak de financiering. Toen na 2010 hebben we het werk opnieuw opgepakt en aangegeven dat we als parlement, heel parlement, de financiering deze keer wel zouden moeten vinden. We zijn vol frisse moed gestart en hebben ons ontwerp gemaakt. We hebben via het ministerie van Openbare Werken hebben we de verschillende architecten uitgenodigd. Het proces heeft echt jaren geduurd. Ik dacht altijd dat het misschien een jaartje of zo af zou kunnen zijn. Bleek niet zo te zijn. Vanaf de vorige zittingsperiode is DNA hiermee bezig geweest. En uiteindelijk hadden we dan een tekening van een nieuw gebouw hier op dit terrein. Toen moest nog de financiering volgen. En in een gesprek waar ik bij zat van de regering, hoorde ik dat er hier in het land een project van start zou gaan. De regering was van plan de middelen te lenen bij de IDB om, voor het stadsherstel. En op dat moment ging het licht aan en ben ik snel gegaan naar alle mensen die ik kon vinden die verantwoordelijk waren, ervoor ook IDB-mensen, om aan te geven, wel, als we dat gaan doen, dan moet een van de eerste dingen zijn de herbouw van deze twee zeer mooie gebouwen die van Suriname en Paramaribo vooral opnieuw een plek zullen maken als we ze in hun oude glorie herstellen, die zeer de moeite waard is om te zien, ook voor toeristen, maar ook voor onszelf. Aldus DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag bij de start van de herbouw van het oud DNA-gebouw en het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken. Het ligt in de bedoeling dat deze gebouwen binnen 24 maanden worden opgeleverd.